Wacht even, dit ziet er niet goed uit. Hartstikke idee. Professioneel opgelost. Waarom ben ik zo geel? Ben ik überhaupt te horen trouwens? Hallo, ben ik te horen? Hallo, YouTube. Waarom ben ik zo geel? Daar we... Nou. Nou, we gaan... Ik wou zeggen, we gaan verder... Waar ik gebleven was, maar mijn... Nou, we gaan verder waar ik gebleven was. Load game. Lekker puzzelen. Chill 2. Mansion Dining Room. Ik heb nu een controller gefixt. Dus nu kan ik de controller de schuld geven in plaats van mijn toetsenbord als het allemaal niet lekker loopt. Waar waren we? Dit is de... Wat hoor je heel zacht? Mij? Of... mij of het spel? Dan zou ik je geluid harder zetten. Als je alles zacht hoort, dan ligt het bij je geluid. Kijk, hoe zal het ook weer? Oh ja, dit is... Zo. Ik heb... Ondertussen heb ik... dacht ik ga oefenen met... zombies neersteken met een mesje. En dat ik dat geen kogels nodig heb. Dus ik heb op internet gegoogeld hoe dat moet. En de tactiek was... Dat moet je nooit doen, want dat heeft geen zin. Ten eerste kan het alleen als je op allermakkelijkste moeilijkheid speelt. En als je de man bent. De man schijnt sterker te zijn met het mesje. Terwijl Jill... Dat is wel degene hier die ik speel... Volt, die krijgt meer kogels. Die vindt meer ammo, als ze ammo vindt. Dat is even een... Zo, je moet wel een goede koep kunnen zien. Nou, waar we waren gebleven was... Er was zo'n steen... Waar ik zo'n sleuteltje, net sleutel in moest duwen om een echte sleutel te kunnen pakken. Zo'n poefje was dat. We lagen op een poefje. Ja, dode mannen, genoeg. En ik dacht, hier ben ik in deze gang ben ik nog niet geweest, want hier zit een zombert. Is dit geluid een beetje goed te horen? Oh ja, ik moet trouwens zeggen dat ik erg teleurgesteld ben in iedereen. Vorige... Stream is er geen één keer Resident Sleeper gespamd. Oh, hij staat weer op. Will you take the golden arrow? PowerPoint presentaties zijn alleen in het weekend. Zal ik hem pakken of niet? Ik hoor allemaal pakken, dus ik pak hem op. Hé, hier ligt de ammo. Wat is mijn maximale capacity van mijn geweertje? 15? Oeh. Kun je nog iets zien in die spiegel? Nee, examinen? Nee. Hier kom ik vandaan, wacht even. It's locked from the other side, oké. Hatch! Ja, hij is volgens mij nog steeds niet neer hoor. Oh wacht, kun je dan niet... Oh, verkeerde knop. Als je je mesje pakt...
Zo. Oh, mis. Volgens mij had ik dat de eerste keer dus ook al kunnen doen, though. Maar deze is nu echt neer. Is dit een soort teabaggen, maar dan anders? Echt, als ik een mes zo door de lucht zwaai, dan klinkt dit echt niet zo. Ik ben ook niet zo handig. Ze hebben natuurlijk ervaring in de keuken. Kijk, wat was de knop voor de kaart ook alweer? Dit. Oh, dat is, als het goed is mag, kan ik niet door deze deur heen. Dan kan ik ook niet door deze deur heen. Oh, you unlocked it. Zit hij weer terug op zijn killcam? Ja, als hij me maar niet report. Hè. Waarom ben ik zo geel? Oh! Hey! Hallo meneer, maar dit is dus een snellere route. Dus hoe kun je van in één keer zo doorlopen, dat is wel handig. Shortcut. Ja, shortcut, zo noemen we dat. Pieter, confirmed. Hai. Nou ja, onthouden, hier ligt nog zo'n wapending. Je moet bij de dode zombie rechtsaf. Resident Sleeper! Jee, hij is binnen hoor. De eerste Resident Sleeper. Oh, hij is niet dood. Hij slaapt. Kijk, ik wou zeggen, waar is deze ruimte ook weer waar ik nu naartoe probeer te gaan? Maar dat is hier. Misschien kan ik die Golden Arrow hierin leggen. Dit is heel irritant. Dit controller trilt hard. Dat ga ik even uitzetten. Oké. Okay. Ik kan hem niet gebruiken. Vibrator. Kappa Pride. Nou, dat weet ik niet. Verder moet. Wat kan ik met zo'n Golden Arrow doen? Ik zou zeggen dat ik ergens toch een nepsleutel moet vinden. Door het hoofd van de zon. Goeie ideeën. Dehydrated. Hier ligt er weer zo'n dode man. Volgens mij zijn die spiegels alleen om te zien of er een zombie aankomt of niet. Van die smalle gangetjes. Dat je niet verrast kan worden. Oh, hier is die muur die beweegt gewoon. Oh, moet dat een slechte schaduw voorstellen. Oh, nee. Die wil ik niet oppakken. Welke standbeelden? Buiten of hier? Nee, dan heb je die gast weer. Ja, van een van die standbeelden heb ik dus die Golden Arrow afgepakt. Wat kan ik met zo'n arrow kunnen? Ja. Oh, de... Van deze hier. Of was het van deze hier. Ja, ik kan er niet meer mee interacten. Kijk, dat hier een shortcut zit, betekent misschien ook dat je deze kant op moet. Dat je hier ergens iets moet doen. Maar misschien is het ook gewoon een leuke shortcut. Voor heroïne.
kijken. Op de kaart, waar kan ik heen? Oh ja, ik ben blijkbaar... woef. Deze verdieping, die grijze deur, kan ik daarbij? Op deze verdieping. Groot op... Ja, dit heet echt een mansion. Oh, trek. Optrekje. Even kijken, waar zijn we nu? Zou hier hoog nog een deur moeten? Is er geen zombie Pokémon? Bestaat hij niet? Hier zie ik een boogschutter. Dan kan ik vast iets met de arrow doen. Oh. Oh nee, dit... Arrowhead. Misschien kan ik deze examinen. En dan de arrowhead looks like it can be removed. Hey. Hey. Hatseflats. Lemauw. Kijk uit, hè. Al die dit vind ik echt zo gevaarlijk, hè. Altijd als je zo'n glibberige trap van een onder de grond loopt, dan moet je die reling vasthouden zo. Kijk, ze lopen gewoon met twee handen in de lucht. Ben dat je uitglijdt en je rug breekt. Allemaal geluiden. Graftonde. Zo, hier ga ik mijn hoes uitslapen. Nou, wat heeft deze meneer te vertellen? Hole where the eyes should be. Oké. Okay. Holes where the eyes, nose and mouth should be. Don't see anything. Don't alles everything. Don't smell anything. And don't say anything. Oh, kampvuur. Wildly! Deze schaduwen zijn mooi irritant. Wave in the grave. Het boek is fit perfectly in the... Book of Curses? Nee, dank je. Weet je dat dat ding dan op mijn hoofd valt? Oh. Ja, Book of Curse. Ja, het is dat ik verder niks anders te doen heb. Dat ik hier niks kan doen, zo te zien. En ik verder niet weet wat ik anders zou moeten doen, maar... Dit past niet helemaal in wat ik het echt zou doen. Het boeit niet. Ja, hallo. Tot nu toe gebeurt er verrassend weinig. Hey! Book of Curses. The four masks. Oh, mask that speaks no evil, smells no evil, sees no evil. En alles niet. When all four into place, evil will awaken. Dat ga ik doen. Dat vind ik geinig. Kan ik dat boek terugleggen? Ik heb dat boek niet meer nodig. An eye for an eye, tooth for a tooth. Oh, dat boek. Dat heb ik al niet eens meer. Ah, oké. Okay. Verdorie. Asje me nou, jakkes! Als er nu geen zombie op me afkomt, weet ik het ook niet meer.
Jullie horen me al wel veel minder klagen over de controls van dit spel. Dat komt omdat ik nu met de controller speel. Het is echt gemaakt om met de controller te spelen. Ja. Ik wil dat jullie nu nog een keer aan doen. Ik heb altijd de Entaru. Oh ja, ja, zondag hè. Dit is een bonus stream. Dus ik heb niks voorbereid. Ja. Van Paranoid 2 moet ik nog Paranoid idioot maken inderdaad. Ah, dit is waarschijnlijk zo dat je maar één van die je kan of de armor key of de sword key of de helmet key bij je hebben, zeg maar. Want je moet altijd eentje hier terug inleveren. Hoe je take them. Wacht even, laat ik eerst kijken wat ik zelf heb. Wat is dit voor key? Oh, dus ik kan al waarschijnlijk allemaal deuren in. Laat ik dat eerst proberen voordat ik dit allemaal ga omruilen. Staat op een kaart. Staat niet welke deur. Je moet dus onthouden welke allemaal soort keys zijn. Soort doors en welke niet. En welke wel. Welke niet. Welke wel. En welke niet. Logboek. Ja, ik geloof dat ik daar kijkers voor heb. Anders kan ik wel net zo goed in mijn eentje spelen. Wat doet deze deur? Wat hoor ik? Oh, kraaien! Kikken! Daar zie je ze, daar. Linksboven. Nee, het is geen doggo. Your doggo is autism, maar dan heel erg. Patrick Jumper. Oké, nee, wie weet nog waar de zwaarddeuren zitten. Eigenlijk moet ik gewoon vooral kijken bij deuren waar ik nog nooit in geweest ben. Dan ben ik gewoon bij elke deur naar binnen aan het gaan. Alle deuren in Loose in Outlast ook. Doen ze in Outlast ook. Steek het huis in de fik. It's locked from the others. Ja, jongen. Hij staat daar maar. T-posing. Oh. Kan ik hem lokken? Nee. Kan ik hier via een andere kant inkomen? Met blokken. Ja, hij staat er mooi in de weg. Ik wil niet allemaal kogels verspillen. Ik heb net al een zombie vermoord. Even kijken. Kan ik er via een andere... Nee. Ik wil wel die deur proberen. Slaap op nu. Nou ja, hij is aan het, volgens mij was hij gewoon ook aan het slaapwandelen. Dat is sowieso een teken dat je slecht slaapt. Deze is dus met een helm. Zijn naam. Mr. Snuggles. Zit hier nog? Hier zit nog een deur waar ik nooit in geweest ben. Wat? Oh. Ja, deze deur.
Juist, yeah, hier kan ik naar binnen nu. Oké, okay, pottery. Lampenknop? Oh, ik dacht ik druk de lampenknop aan, ga ik door de deur. Veel vis. Wow! Het is serieus een jumpscare, ik een klein beetje van schok. Ja, kut kinderen. Dat deed ik vroeger ook altijd als ik aan het voetballen was. Nee, nu gooi ik ze niet meer in. Nu schiet ik ze gewoon in met een bal. Ik kan beter gooien in voetballen. Oké, dit was dus een hele random gang. Hallo. Goeie kamerpositie. Je ziet vooral erg wat in je omgeving is. Oh, nu gaan we naar... Wie heeft dit allemaal bedacht? Ik kan zoveel... Oké, wat is er met deze deur? You use the lock. Oké, hier kan ik ook al heen. Ik kan alle kanten op. YOLO. Gewoon lekker naar beneden. Er zitten vast 100 zombies. Deze deur klinkt eng. Wat is buiten? Oh, ik dacht dat ik hoor een doggo, maar volgens mij zit hij aan de andere kant van het hek. Hier. Franker Z. Chemical to use on plants. Is dat item dat je samen met je herb kan gebruiken, waardoor je herb sterker wordt? Of kan ik het... Wat is dit allemaal, joh? Wie heeft hier een tuin aangelegd? Kerosine. Mijn honden. Even kijken, wat gebeurt er als ik het item gebruik? Kan niet. Jammer. Jammen, dat werkt ook altijd. Oh, daar kun je hem open scheuren. Er zit een scheurrandje. Het is wel onhandig zo in het midden van de zak, dan is die zak in één keer leeg. Maar dan dat doen ze bij de intratuin ook, dan willen ze dat je meteen nieuwe koopt. Ja, nu zit ik met een stuk mest in mijn tas. You can't carry anymore. Ja. Ja, nou zit ik vol met items. Ik kan deze gebruiken. Nou ja, hier kom ik nog wel een keer terug. Als ik ergens items kan weggooien. Ik moet nog wel ergens zo'n kist kunnen vinden. Eet die diamant. Kun je op de map markeren? Nee. Je kan wel heel snel doorheen scrollen en dan iedereen seizures laten krijgen. Heb ik genoeg FPS dat jullie dit ook zien? Nice. Field shift op een scherm. Zo deden de pro's dat altijd. Oké, dit is een deur naar een kamer. Een kamer. Oh, het schokt meteen, maar het is gewoon een ventilator. Remove the plug. Of er komt een zombie uit, of ik vind een item. Dus look like it's been serviced in de maand. Nou, dan weet je wat je moet doen, Jill. Kom op, Jill. Ik ga het gewoon doen, omdat er verder niks in deze kamer te doen is. En als er een zombie uitkomt, kan ik toch meteen weg. Want dan hoef ik hier nooit meer te komen. Pull the plug! Oh, dikke cutscene!
kan alleen maar fout gaan. Ik heb nog niet in alle kastjes gekeken. Waarom ren je niet gewoon weg? Stamp op zijn hoofd! Wow, ze stapt echt op zijn hoofd. Absolute Batman. Oh. Ah, dan sta ik weer hier. Oké, wat? Eén dagger. Kun je daar onbeperkt van hebben? Service AF. Hey, ik heb twee daggers. It looks like the water still works. Nou, oké, mooi. Hey, dus je krijgt hier gewoon een gratis dagger voor in ruil voor een cutscene. Ik heb twee daggers, ik heb genoeg kogels, ik heb weet waar 15 handguns liggen, ik liggen overal potions. Hoezo een moeilijk spel? Wie heeft dat ooit gezegd? Niemand. Ik in ieder geval niet. Oké, dit is zo donker dat ik zelf... Ik denk dat het stream ook niet te zien is, wat hier nou rechts voor een kastje staat. Ik zie hier ook nauwelijks. Oh. Dan staat mijn scherm te donker. Dit is echt... Oh. Deze ruimtes zijn echt te groot. Ik heb geen idee meer ook wat ik aan het doen ben, zeg maar. Wat ik... Wat mijn object... Mijn kleine current objective is. Prachtige muren. Dat is vast een of andere puzzel die ik niet begrijp. Ja, wat zie je op die muur? Oh. Dan ben ik... Je ziet een man. Die draagt een knapzak. En een bootje in de verte en een kasteel. Een buitengewoon goede kamer. Hey, een ink ribbon. Dan kan ik weer opslaan. Scheelt dat even. Maar hey, geen typewriter, toch? Nee. Hé, hey, een geweer! You can't carry anymore. Ja. Oké, okay, nou, hier ligt een geweer. Goed te houden, jongens. Markeren met field shift. Even op jullie scherm. Ik heb hem op mijn vorige scherm al... de vorige kamer... gemerkt. Waarom heb ik dit embleem ook? Kan ik al deze troep niet weggooien? Pew, pew. Is dit een doodlopende kamer? Hey, goed zo. Je leert het wel. Je leert het wel. Sorry dat ik even op de kaart kijk. Ik ben heel slecht in kaart lezen. Dus dan kijk ik vaak op de kaart. Hey, ik... Ik heb al 2 seconden aan frames gedropt, zie ik. Dit is zo groot. Waar zou ik heen gaan? Er zijn 5 deuren die ik kan proberen. Ik begin met deze. Gewoon de eerste. Het is zo groot. Ook al die hallen lijken op elkaar. Gewoon allemaal mooie schilderijen. Maar wie zo'n huis, zijn huis zo heeft ingedeeld... Oh! Rip Dagger! Hey! What the fuck? Ik wou mijn items pakken. Nu ben ik allebei mijn daggers kwijt.
Nou, zonde. Ja, er is er nog één. Ergens. Of hij leeft nog. Er is er nog één ergens. Boven. Godsamme. Ik zie daar een deur. Die zie je niet als je hier staat. Hier is dus een deur. Ja. Nou, ik ben allebei... Lekker begin dan. Ik denk dat ik maar moet gaan schieten met mijn geweertje. Weer kerosine. Hey, Typewriter, hier kun je opslaan. Ja. En hier kan ik spullen ingooien, denk ik. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Even serieus, wat ben ik aan het doen? Zo. Ik denk dat ik maar zo'n plantje ga gebruiken. Wat is dit? Will you take the fuel canteen? Oh, ik kan kerosine meenemen. Ik zet alles in de fik. Geen idee waar het voor is. In de beeld. Geweldig! Ik heb er twee. Hoezo heb ik er... Oh, twee uses of zo. Stil som kerosine. Ja. Wat kan ik er? Moet ik hem meenemen of? Special instructions for the disposal of dead bodies. We have new information about beings. They may appear to be dead, but in fact they are able to come back to life. However, there are ways to prevent them from becoming active again. Two known methods to cease their resurrection: incineration and destruction of the head. Dus in fik steken of headshots. You'll need something to light it with, which you'll need to find by yourself. Ik probeer zo snel mogelijk voor te lezen. Ik probeer jullie dit allemaal niet aan te doen. Hoppakee, gesaved. Bam. Ik saved gewoon over de eerste slot heen. Nee. Twee. Nee. Slot 6 voor goed luck. Maar dit is... PC uitzetten. Dit is een hipster PC, ja. Dit is een hipster typemachine. Dat moet jij wel aanspreken, Paradroid. Overal plantjes. Hier, kan ik hem in de fik zetten? Verkeerde knop weer, deze knop. Oh, wacht, ik moet hem nog... Only if I had something to light. Waar is die andere zombie dan? Oh, daar ben je, hallo! It's locked, an emblem of armor. Hey! Echt, dit huis is echt veel te groot! Ik ben lid TF. Als ik niet door deze deur kon, had ik mijn pistooltje gepakt. Meer planten. Waarom overal planten? Hoe vaak denk je dat je hier geraakt wordt in dit spel? Niet lid. Deze Fireblaze is echt niet lid. Totale bezeten. Oh, hier zit een deur. Ja, it's locked. En we hebben op een helmet. Oké, hier kan ik niet... Nou, dank je. Ik vind het echt zonde van mijn... Ik heb 100.000 van die plantjes niet gebruikt. En dan wel gevonden. Ik ga deze gewoon gebruiken. Zo. Oh, nu gaat het alleen maar slechter met me. Er staat het... Behang, hey, ja.
Er staat inderdaad dat het fine met mij gaat. Maar ja, fine. Weet allemaal wat betekent als een vrouw zegt dat het fine is. Verkeerde knop. Weer verkeerde knop. Deze. Nee, goed gezien. Maar... ik kan ook niet examinen. Oh, dan pak ik dit op. Red herb. Wat doet een red herb? Nee, examinen gaat ook niet. Oh, je kan niet snijden. Wie wil googlen wat een red herb doet? Ik heb geen zin om het op te pakken en daarna een niet zinvol item te hebben. Oh, deze gast die moet er echt aan. Ik heb nog genoeg kogels. Hij staat alweer op, maar goed, ik ben weg. Tenminste, there's no knob in this door. You can't go through. Oh. Ah! The triples, the healing effect. Oh! Ja, dan moet ik terug! Jongen, jongen. Wooden mount. Wow. Doe ze niet. Hallo? Is dat room service? Oh, nu schrok ik. Houd de plankie. Oké, ik ben weg. Doei. Het is echt een meest zinloze item wat ik ooit gezien heb. Dit is zo groot. Waar moet ik in godsnaam... Hé, hey, dit herken ik. Ik heb een rondje gelopen. Ik weet nog steeds niet waar ik heen moet. Kun je mijn muis zien? Nee. Kan ik aanzetten? Dan kan ik op de kaart wijzen. Dat ga ik volgende keer doen. Tja, waar moet ik in godsnaam heen, joh? Eigenlijk wil ik terug, maar er zitten zombies. Dus ik moet even uitkijken. Maar ik heb een heel groot rondje van de zaak gelopen nu. Ja, maar moet ik hem neerschieten? Oh, destroy of the head, dat kan vast alleen maar met je shotgun. Natuurlijk. Daar heb je natuurlijk de shotgun voor nodig die ik gezien heb. Maar waar die zat, ben ik ook alweer kwijt. Het is...
Hey, hier ligt een item. Checkmate. Oh, nou. Maar ik bedoelde dit item. Wil je take de doggo fluitje? Die wil ik hebben. Een memo zit erin. The mud is always hanging around the second floor balcony on the west side of the terrace. Jesse, dit is... Wat? Nou, is dit boring? Dan ga je toch maar naar een andere stream. Of je spent Resident Sleeper. Oh, geintje. Mud, wat betekent de mud? Wie kan er Engels? The mud is always hanging around the second floor balcony on the west side of the terrace. And he ought to come running at the sound of a dog whistle. This is where you come in. The thing is, I reckon you're the only person to get near the tentacle without risking a serious mauling. Oh, is mud een hond? Second floor balcony. Of niet? Collar. The object that suspends one hitting is concealed inside. Hij draagt dus een ketting. Oké, nou. Hey, handgun ammo. Hey, lighter. Maar ik heb allemaal shit troep bij me. Mijn lighter die wil ik wel. Dan kan ik die dingen mee in de fik zetten. Dat vind ik kicken. Godsamme. Dat vind ik kicken. Ja, dan moet ik terug om die... Dan ga ik dit... Dan wil ik twee items moet ik wegdoen. De wooden mount en mijn handgun magazine. Bij de eerstvolgende boombox, storage box die ik vind. Dan ga ik terug, ga ik de lighter oppakken. Hey, dit is... Nu ben ik ergens waar ik al geweest ben, denk ik. Ja, de stream van zondag komt nog op YouTube. Dat ga ik vanavond regelen. Ik druk altijd op... Waar ben ik nu? Hier ben ik wel eens geweest. Okay, hoe kom ik zo snel mogelijk terug bij die storage box? Ja... Zijn alle deuren nu unlocked die ik gebruikt heb? Zijn die permanent? Rustig aan. Zijn die permanent unlocked? Want dan kan ik. Sleutels wisselen? Of kan ik nu niet meer door de. Kan ik dan alleen maar door die ene type deuren? Ja, dan moet ik helemaal die sleutels gaan onderzoeken. Ik denk dat ik er nu permanent doorheen kan. Oh. Maar second floor balcony, dat is wel hier ergens. Oh, deze deur kan ik niet doorheen. Lunala? Is dat een soort lunatone-evolutie? Misschien dat ik die doggo-wissel ook maar weggooi dan. Wat kan het dan zijn? Wel, lunatone kan toch niks zijn? Oké, items weggooien. Dit is de kaart. Dan ga ik nu naar beneden. Dan moet ik een hele stuk lopen. Dat is een lang stuk.
Eentje legendary uit een evolutionary. Had je niet zo'n legendary die een ei kon leggen? Dia. Oh, dat zijn rare regels die je daar noemt. Oh ja, het geweldige camerawerkstukje. Oh, hier moest ik niet. Dat duurt wel lang. Als je de verkeerde kamer in gaat, dan moet je twee keer door zo'n deur heen. Dat duurt lang. Ik heb niet het idee dat hij laat. Ik heb gewoon niet het idee dat het een geinig overblijfsel is van de originele Resident Evil. Ben ik bij de typewriter? Bijna. Ik hoop dat ik hier nog wel een keer een snellere route voor vind, want dit is wel een lange route. Alleen om spullen op te halen en weg. Oh, het is niet eens hier. Wat? Het is wel hier. Jongboek. Nee, hier moet ik een snellere route voor vinden. Is Torch Unlimited? Ja, het is echt unlimited. Of semi-unlimited, maar... Ik steek ze allemaal in de fik, maar dan heb ik wel zo... Hé, hier ligt nog iets. Wat doe ik nou? Ja, zo sleep. Ja, dat bedoel ik met semi. Kijk eens hoe ver die gaat. Oké, we hebben een fluitje. We hebben zo'n ding om op planten te gooien. We kunnen nog een red herb met een green herb combineren. Voor de superherb. Ben ik hier al hier doorheen geweest? Oh, dat kan niet. Hier, red. Hier was dat. Kijk wat er gebeurt als ik ze combine. Mixed herbs. Dat is goede shit. Mijn dokter geeft me ook altijd mixed herbs. Ja, dan zit hier de doodlopende weg. Dan moet ik weer helemaal terug. En ik denk dat het nu tijd is om die sleutels om te wisselen. Het is één deur die ik nog niet geprobeerd heb, maar er zal een zombie in de weg. Dan schiet ik die neer en steek ik hem in de fik. Dat is gewoon voor de fans. Ik krijg er trouwens een mesje zie ik, maar dat is niet de bedoeling. Oh ja, ik zou die lighter pakken. Waar is die lighter ook alweer? Wie heeft dat met viltstift gemarkeerd? Jongens, wie weet waar de lighter was? Ik denk dat hij trouwens hier was. Gewoon in deze... In een van deze kamers. Sorry dat ik even op de kaart kijk hoor, maar ik ben echt zo blind als een blinde. Was hier de lighter? Op het moment van waarheid, heb ik goed opgelet. Ja.
Oké, nu ga ik naar die ene zombie toe die me de hele tijd naait en ik steek hem in de fik. Dat zal hem leren. Het is een one-way deur, dus het heeft maar aan één kant een klink. Ik kan hem ook gewoon open laten, maar... Oké. Welke kant moeten we op? Dan moeten we... Als de trap afgaat, dan... Nee, dan heb ik dat wel eens... Ja, dat moet ik wel gedaan hebben. Oh ja, hier zaten die twee zombies. Nee, huh? Sorry, ik ben het weer helemaal kwijt. Daar zit een deur die ik nog nooit geprobeerd heb, zo te zien. Maar... Hè? Ja, nee. Oh! Ik kan deze deur maar één keer gebruiken. Dat is het. Of ik moet het hele end weer opnieuw lopen via de andere kant. Dat ik dan via de hoofdingang weer het hele pad loop. Trouwens, je kan zien of je alle items gepakt hebt, zeg maar, in de kamers. Dan zie je of die kamer groen of rood is. Ik heb nog best wel veel rood. In kamers waar ik geweest ben. Heel veel rood. Goed. Moet door de deur, ja, de ja of de nee. Moet helemaal omlopen. Ik heb geen zin in, ik loop volgende keer wel om. Die zag ik niet aankomen. Hé, hey, ik schoot jou! Mag je niet opstaan? Oh, headshot! Die is dood! Ik wist niet dat ik met een gewone gun kon. Ja, nu ga ik hem niet meer in de fik steken. Dikke rip! Lekker dan, die is dood. Ik steek de hele buurt in de gek. Caution. Wat nou als ik dit gebruik? Nou, nu ben ik weer gezond. Nou, dit is een permanente resident sleeper geworden. Oh, dit is een deur. Sorry jongens, ik weet niet hoe deuren werken. Vet, frisse lucht. Dit klinkt als... Is dit de plek waar ik mijn hondenfluitje nodig had? Nee, dat is één verdieping hoger. Ik schrok wel. Ah, hey! What the fuck? Waar kom jij vandaan? Ik schoot! Nou, dan vind ik dit een mooie plek om de stream te beëindigen. Ga ik offline, ga ik weer spelen tot ik weer zover ben. En dan save ik en dan ben ik zondag weer online. Ja, ik ga nu niet weer een half uur spelen wat ik net al gespeeld heb. Lijkt me een slimmere beslissing om dat de volgende keer te doen. Dus tot zondag, dan komt er weer inclusief PowerPoint. Dan ben ik weer precies hier waar ik hier was. En... Ajus, doe YouTube.